without you now. This is what it feels like. Het is begin januari 2014 als in Rosario in Argentinië. Na 3 weken op de boot alle voertuigen voor de Dakar 2014 zijn aangekomen. Alles wordt opgehaald en gaat dan naar een servicepark. Het servicepark in Rosario is een oud circuitje. Maar er was niet helemaal rekening gehouden dat er ook hoge en grote vrachtwagens langs zouden komen. Op het servicepark is dan de plek waar de teams samen met de monteurs en de rijders de laatste afstellingen doen voordat de auto's uiteindelijk dan naar de technische keuring gaan. Dat is het belangrijke moment waarop alles gecontroleerd wordt door de organisatie en waarbij ze uiteindelijk nog kunnen bepalen of je wel of niet deel kan nemen. Eén ding is zeker, bij het Eurol VK MAN Rally Team is alles te doen in de puntjes voorbereid en dus ging men vol vertrouwen richting de technische keuring. En dat is waar we nu zijn. Na een ritje van 17 kilometer staan de auto's hier allemaal keurig in rijtje te wachten. En wachten, dat is ook iets wat hoort bij een dag als je naar de technische keuring moet. Hey, wacht even, filmen en foto's maken, dat is onze druk. Jij moet rijden. Sorry, ik wou eventjes mijn Friends of Fake eventjes op de foto zetten. Ja, dat klopt. Peter, winnaar van de laatste etappe van de vorige editie van Dakar. Geeft dat dan voor die eerste etappe? Denk je, ja, maar wel even, als we daar eindigen, dan moeten we dit jaar gewoon. Of zeg je van... Goed, je gaf het al aan in onze laatste slag. Van goed begin voor het volgende jaar. Dus laten we maar vanuit gaan dat we... Ja, tenminste, vanuit gaan. Ik mag niet zeggen dat we vanuit gaan, maar laten we hopen dat we hier wel zo weer door kunnen blijven gaan. En ik heb er wel vertrouwen in, ja. Ja, team groter geworden, hè? We zijn eigenlijk met 5 vrachtwagens in de rally. Is dat een lekkerder gevoel dat je weet, mocht er wat zijn, dat er sneller en eerder en meer trucks zouden kunnen helpen? Ja, ik denk wel dat het backup verhaal dit jaar stukken verbeterd is. Ik mag dit jaar als eerste keer in mijn Dakar-historie, zou ik maar zeggen, nu als eerste auto starten en als 5e truc dus. En ik vind het wel een heel prettig gevoel dat er dan toch wel 4 auto's achter je aankomen. En dat geldt voor allemaal. Hè. We hebben ook afgesproken in de strategie dat we ook gewoon elkaar altijd helpen. En als het maar niet langer duurt dan 5 minuten of zo. Kijk, als je natuurlijk gewoon heel goed presteert en je moet dan een paar minuten wachten, zal zonde zijn. Maar een trekje en een keer iemand recht zetten en elkaar gewoon helpen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om de totaliteit mee naar voren te trekken. Hallo, hallo, René Kuipers, kom eens even hier. René Kuipers, waar is René? Hé, hey, daar is René Kuipers. Hé, hey, René. Weet jij dat jij binnen het MAN VK Rally Team gewoon eigenlijk de United Nations bent? Jij bent de enige waar er maar 1 Nederlander in de cabine zit. Ja. En een Belg en een Spanjool. Ja, nee, nou ja, goed, je moet toch je krachten een beetje verdelen, hè. Daar zitten allemaal Hollanders in. Ik denk, ja, als ze niet sterk genoeg zijn, dan moet je een Belg en een Spanjaard erbij nemen, hè. Wat is je doelstelling voor de rally van 2014, René? Ik wil proberen mijn resultaat van vorig jaar te verbeteren. Als dat zou lukken, dan ben ik al heel blij. En de Dakar is gewoon lang. Dus er gaat natuurlijk van alles gebeuren onderweg. En ik hoop dat ik uit de problemen blijf. En dan iets beter dan vorig jaar ben ik heel tevreden. Marcel van Vliet, de dag van de technische keuring. Ja, wat mij betreft is dat dus de enige dag dat ik moet gaan vragen aan je. Wat is je doelstelling voor de rally van 2014? Ik denk dat we als team een doelstelling hebben om gewoon op het podium terecht te komen. En daar gaan we gewoon heel hard voor strijden.
Vorig jaar één dagoverwinning. Kijk je dan naar dagoverwinning of zit je ook te rekenen van nou, als je elke dag tweede of derde wordt en er is elke dag een ander die wint, dan zit je goed. Nou, de winnaar van vorig jaar die heeft geen ene etappe-overwinning gehad. Dus we gaan gewoon echt voor het klassement. We willen gewoon minimaal één van onze teamleden of een van onze MN's op podium, tot je podium staat. Nou, technische keuring is eigenlijk net op alle circuits, hè? Het zijn van die momenten dat je nog even kan kijken. Kijk, daar gewoon de concurrenten. Fotootje erbij. Je weet het niet. Het zal niet zijn voor het aanzichtenboek. Hè? Voor de aanzichtkaarten. Gewoon nieuwsgierig. En dat betekent dat de mannen van Kamaz en de Russen ook dit jaar ongetwijfeld grote concurrenten zullen zijn van het Eurel MAN VK Rally Team. Technische keuring zit erop. Auto's gaan naar Parc Fermé. Hierna is het de podiumceremonie en dan gates los. Er was op de zaterdag 5 januari nog één ding te doen. Voor alle deelnemers, maar natuurlijk ook voor de mannen van het Eurol VK MAN Rally Team. Grote drukte, want ja, iedereen moet uiteindelijk echt die rally in. Dus de podiumpresentatie. Een fantastisch feest in Rosario. Waarbij ook nu weer vele duizenden mensen die hier in de stad wonen gekomen waren om de motoren, auto's en natuurlijk de vrachtwagens te verwelkomen. Vrienden, vriendinnen van de sport, daar zijn we weer. Het is zondag 5 januari 2014, de dag van de start van de Dakar. Een superlange wedstrijd, maar hij begon ook met een lange verbindingsroute, 405 kilometer. Dan komt de klassementsproef zo dadelijk van 180 kilometer en dan nog even 224 kilometer naar het bivak. Smalle weggetjes, weinig tijd te winnen, echter veel te verliezen. Laten we kijken wat er vandaag allemaal gebeurde op proef 1 van de Dakar 2014. Hier een beetje verder kunnen we stoppen. Daar, verder. Daar.
Peter, in de Dakar is natuurlijk nooit iets zeker. Dat hoef ik jou absoluut niet te vertellen. Maar ik denk toch dat je een andere voorstelling gehad hebt van deze dag. Ja, op dag 1 en dan zoveel pech. Daar word je helemaal dood en doodziek van. Had ik echt niet verwacht. Ik had in stage 1 of in de eerste waypoint lagen we geloof ik een minuutje achter de nummer 1. Dus dat was helemaal prima. Maar de schokbreker is rechts voor losgegaan en die is tegen de band aan gaan lopen. En die heeft de band lek geprikt. En in één keer was het klabats, band uit elkaar. Nou, toen hebben we eerst die band staan repareren. Toen kwamen we erachter dat de schokbreker ook kapot was. Dus toen hebben we uiteindelijk de boel moeten repareren. Hebben we daar, ik denk, al 30 minuten staan repareren. En potverdorie, nog geen kwartier, 20 minuten daarna, andere kant. Dus ja, echt doodziek van. Het is 10 uur op 5 januari, de eerste dag van de Dakar. Allereerst gefeliciteerd met de P3. Ja, de eerste dag is een mooie start. Het was een heftige proef. 180 kilometer, maar veel bochten, veel stenen en smalle paden. Dat is eigenlijk niet mijn ding. Maar ja, uiteindelijk een mooi resultaat. Ik denk dat we hem hadden kunnen winnen. We hadden last van Stacy gehad, die wat in de weg reed. We zijn er één keer vanaf geschoten in het stof. Daar hebben we wat tijd verloren, maar uiteindelijk konden we alsnog wel winnaren en konden we vrij uitrijden. And we are heading to the speed control 50. De 5010, René Kuipers. Een eerste dag waarvan ik zelf van tevoren dacht, zo'n proef waar het om minuutjes vooraan gaat. En als je een beetje pech hebt, is lastig. Voor mijn gevoel zit je er precies tussenin. Ja, nee, ik ben best tevreden. Het was echt een zware proef qua draaien. En we hadden iets met de stuurbekrachtiging niet goed of zo, maar ik heb mijn armen een keer zo lang gekregen. Dus ik moest het flink asjorren. Maar op zich was het, het was eigenlijk niet een Dakar-proef. Het was allemaal draaien, stenen en draaien. En vooral voor de vrachtwagens, maar het is voor iedereen gelijk. Dus we staan hier weer en ik ben blij dat ik zonder problemen weer in het bivak sta. Nou draaien wij in Nederland ons hand natuurlijk niet om, hè. Daar waar het gaat om Hansje Brinkers, weet u nog, met zijn vinger in de dijk of ja, wat waterwerken in Zeeland of een nieuw waterwegje. Maar iedereen denkt, je komt zijn bivak aan, het is allemaal geregeld. Niet geregeld. Lekkage, water en als je dat niet regelt, wordt het modder. Maar ja, dan zijn we weer Nederlands. Schepper geblazen en inie mini kleine dijkjes maken.
Dames en heren, het is maandag 6 januari. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ontdek je plekje. Nee, niet Ontdek je plekje. Hier gaat het over, hè, vandaag. Tweede etappe van de Dakar. Die gaat van San Luis naar San Rafael. Auto's staan hier achter ons klaar om zo dadelijk de proef op te gaan. Het was een verbindingsroute van 304 kilometer. Dan komt er een proef aan van 400 kilometer. Daar zit dan het eerste zand in. 65 kilometer om totaal te zijn. Dan nog een klein stukje van 26 kilometer. Voor ze dus in San Rafael in bivak zijn. Peter Versluit zelf heeft natuurlijk veel goed te maken naar zijn problemen op de allereerste dag. Marcel van Vliet mag mee met de eerste en zal gaan aanvallen. Laten we kijken wat er gebeurde op de tweede proef van de Dakar 2014. Now it's our chance, guys. Take a look. Can we go right here? Can you see it, Arthur? On the right side. Oh, it's also a hole, but I think it's possible. It's possible. Go slowly. Wait. Question him. Maybe he knows. You know, when we go down and left. Down and follow, and then maybe. Maybe we can go left. Yeah. Sure, left. No. It is too dangerous. When we go down and follow the track and then we go right. What do you see? Marcel, als je iets verder achter, dat we dit kunnen zien. Ja, hier, Marcel. Marcel, take a look. Hans zegt hier rechts in. Ja, maar daar komen we net vandaan. Ja, hij zegt erin. Maar dit is too big for us. Ja, doe maar. Ja, en nu naar links. Ja. Oh, die boom, rustig aan, Marcel. Die boom. Okay. Naar links. Naar links. En nou links. Oké, okay, goed zo. Ja, hier ben je hier rechts, hier omlaag, hier omlaag en dan naar links draaien. Als je boven bent, hier zo naar boven. Trek hem er maar op. Okay. Ja, gas. En hier. Ja. Perfect. Ja. Goed zo. En nu rechts. Gewoon heel stief. Moeten we dan wachten tot mensen eruit zien? Of ja, draaien. Beetje rechts houden, maar zo hoog. Maar zoals ze zeggen wel eens dat de historie ook de toekomst is. De winnaar van vorig jaar won geen enkele stage, maar was wel steeds top 2, 3, 4. En... ja, we rijden lekker ons eigen tempo en proberen zo weinig mogelijk risico te nemen. Zorgen dat we elke dag lekker erbij zitten. We zijn pas 2 dagen onderweg en er gebeurt heel veel. Er wordt ook heel erg hard gereden voorin. Vandaag ging het zeker het eerste stuk heel erg lekker. Totdat we Madea weer tegenkwamen. Die lag op zijn dak. Gerrit was erbij, die stond daar vast. We hebben ons eigen pad moeten zoeken, die hebben we uiteindelijk gevonden. En daarna lekker ons gemaakt naar de finish gereden. De dag was niet slecht. Het begin was allemaal rechte stukken. Met grote jumps erin, dat was op zich mooi rijden. Het was heel erg warm buiten, dus de motor die had het ook heel erg warm. Dus we moesten ons een beetje met de snelheid aanpassen om de temperatuur onder controle te houden. Jurgen, je bent navigator op de auto bij Peter. Hoe lastig als navigator is het als er alleen maar narigheid is? Want het is bijna niet meer op één hand te tellen. Dat moet heel veel zijn. Kalm blijven. Geen doen aan, we wouden vanmorgen aanrijden. Net voor de start, 2-3 minuten zeker, viel een tripmaster weg. Toen zetten we onze helm op. Ik zeg, ja, die tripmaster kan kapot zijn. Ik had er nog een andere
plus op de GPS staat ook een tripmaster. Dus dat gingen we zo ook wel gaan. Dan staken we de peltor in. In communicatie, geen communicatie. En dat wordt al moeilijker. Dan is het gebarentaal. Beter als die Zuid-Afrikaan van bij Mandela, want anders hadden we Peter hier nooit geraakt. Dus dan was het met vier sterren, rustig aan, bultje of een putje. Zo heb ik 400 kilometer moeten navigeren. Ja, en dan krijg je zoiets weer voor. Nu, hadden die duinen er niet geweest, hadden we dat probleem ook niet gehad hoor. Maar ons bandenblaassysteem werkte niet omdat we geen spanning hadden. En daardoor hebben we met de hand de lucht uit de banden moeten laten. En een vrachtwagenwiel is groter dan een autowiel, dus dat duurt dan ook langer. Een beetje te haastig, te weinig lucht eruit gelaten. Aangereden, dat ging met veel moeite. Echt met veel moite. Dan zijn we een duin overgereden en daar is de motor geblokkeerd. Maar we konden hem ook niet meer starten, want we hadden geen spanning. Nu, onze West-Vlaamse jongen Steve Rotsaerts, die zaten eigenlijk vlak achter ons. Startkabels erop, ding weer aan de gang, banden nog extra afgelaten. En dan zijn we weer aangereden, dus zijn we eigenlijk vlotjes op die duinen doorgeraakt. Blijven doordoen. Zolang als het ding rolt en wij hangen aan elkaar, dan gaan we gewoon door. Het is dinsdag 7 januari en vandaag is de etappe van waar we gisteren waren, San Rafael naar San Juan. 292 kilometer aan verbindingsetappe, prachtig door de berg heen. Dan een dikke proef van ruim 300 kilometer en dan ja, 3 kilometertjes nog uiteindelijk naar het bivak. Voor de 508 van Marcel van Vliet een spannende dag, want hij doet gewoon volop mee aan de kop van het klassement. Voor Peter Versluis zal het een dag worden om ja, nu eens een keer een normale dag te hebben, want die heeft hij nog niet gehad. Dit gebeurde er vandaag op de proef. 100 meter kruising van een piste, gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor, slecht. 200 meter. Hier. Nee, nokken doe ik niet. Want drie keer een scheepsrecht, dat komt bij mij natuurlijk in mijn woordenboek wel goed voor. En nou, daar hou ik aan vast. Dus morgen gaan we geloof ik vanaf de 50ste plek of zo gaan we starten. Dus we zijn alleen maar achteruit geboet de laatste drie dagen. Nee, ik lijk wel een beginner. Maar ja, zo voelt het in ieder geval wel. Ik voel me echt verschrikkelijk kloten. En zeker na dit jaar, hè, we hebben dit jaar juist heel veel tijd en energie. Hele goede, ja, toch wel grote investeringen gedaan. Sponsoren die er veel vertrouwen in hadden dit jaar. Gelukkig doet Marcel het ontzettend goed. Ja, het doel was natuurlijk wel dat Marcel en ik allebei richting het podium zouden rijden. Ja, dag 1 schokbrekers. Dag 2 dynamo. Dag 3 bedieningversnellingsbak. Meer is er volgens mij niet. Ik zeg elke morgen, maar nu zeg ik overmorgen komt het goed. Thank you.
vandaag. Want het was heel zwaar, heel hard. Voor het lichaam heel hard, echt zeer. En dat lag ons allemaal niet echt. Hey Jan, even voor de mensen. Zit je dus de hele dag in de vrachtwagen? Ja. Nu is het lokale tijd s'avonds, kort voor 11. Wat ben je nu nog allemaal aan het doen, joh? Ja, alles samen met mijn equipe hier lekker even checken. Hè. Ja. Alles natrekken, alles reinigen in de bak. De radiator reinigen, alle dingetjes. Dus overdag de lol van eerste rang zitten in de truck en s'avonds gewoon techniek? Ja, techniek. Kan ik mijn hartje weer ophalen. Het zal wel zijn. Het is woensdag 8 januari. We gaan eens kijken wat er vandaag weer allemaal gebeurde. Het is de één na langste etappe van 868 kilometer in totaal. 501 kilometer aan klassementsproef. En die brengt de deelnemers van San Juan naar Chilecito. Marcel van Vliet verdedigt de tweede positie in het algemeen klassement bij de vrachtwagens. Peter Versluis hoopt echt op een dag zonder narigheid. Niet stoppen. Gewoon doorgaan. Ja, hier. Twee. We passen hier. Kom, Jordi, aan de kant. Stop maar met uiteren, stop maar met uiteren. Vandaag denk ik gewoon super gereden en 144e gestart en 11e binnengekomen. Ja, dat is een aardige inhaalrace geweest, dus dan vind ik eigenlijk dat ik zonder kleerscheuren binnen ben gekomen. Ja. Nou, dat vind ik ook. Ja, dus ik ben blij en nou, morgen staan we in ieder geval weer kort bij Marcel, kort bij de top 10 en nou gaan we opbouwen naar die dagoverwinningen natuurlijk. Was het een mooie proef vandaag? Ja, het was een hele mooie proef vandaag, wel lang. Maar het was een mooie strijd. We zijn de hele dag bezig geweest en het was een mooie snelle proef. De laatste 120 kilometer waren zwaar. En het laatste waypoint was heel moeilijk te vinden, maar er zat iedereen fout. We hebben wat tijd verloren, denk ik. Maar uiteindelijk samen er weer. En ik denk uiteindelijk nog een vijfde of de zesde plek. Dus daar zijn we tevreden mee. Nou, eigenlijk ging alles goed. Hoe weet, we hadden vandaag echt een hele mooie rit. Het was lang. Hoe weet, het begin was hij echt bumpy. Echt klappen, jongen. Ik denk, nou, als dit de hele dag zo moet. Maar daarna werd het steeds beter. Heel hoog gezeten. Hoe weet, dat kun je goed merken aan de motor. Maar we hebben vandaag een beetje gereden van proberen geen lekker banden te rijden. Nou, dat is gelukt. Dus dat is denk ik toch weer het voordeel van vandaag. En we hebben een hele mooie rit gehad. Fantastisch.
vijfde etappe van de Dakar 2014 bracht de deelnemers van Chilecito naar San Miguel de Tucumán. De langste etappe van de rally. 412 kilometer aan proeven, maar van tevoren dacht men al dat die ingekort zou worden. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Een zeer zware dag. Maar voor René Kuipers uiteindelijk een hele mooie dag. Laten we maar eens gaan kijken wat er gebeurde. We gaan ervoor, jongens. Komt goed. Het komt gewoon goed. And the brain had a problem. No, don't yeah. Touch it, don't touch it, don't touch it. Oh. Right. Try to start going to the left. Left. It's going now. Go left, go. 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 Zuma, left. Yeah. Go to the right, yes, right. Yes. Yeah, straight to the right, straight. Go, yeah. Doing yeah, well. Yeah. Very well already. Het was een heel mooie dag. Ja, het was echt een mooie Dakar rally, zou ik haast zeggen. Mooi zwaar zand. Het ging goed, we hebben lekker banden gehad. Ja, we hadden wel een lekker band, want er kon mee uitrijden. En hij was ingekort op de tweede etappe, dat was wel jammer. Ja, want ik denk, zoals nu, dat de mensen diep moeten gaan, dat ligt me wel. Ja, nee, het is vandaag helemaal niet goed gegaan. En ik had er vandaag echt veel meer van verwacht. Maar ja, ik kwam niet door de duin heen. En ik bleef overal steken. En nou, uiteindelijk heeft Harry het weer op weten te lossen. Maar ja, toen waren we alweer, we hebben drie keer gestopt. Dus ik denk dat we al drie kwartier in de achteruit zijn gegaan. Oké, gentlemen. Oké, good luck, guys. Push. Marcel, langste dag van de rally is niet de beste dag van de rally geworden voor je. Nee, het zat niet helemaal mee. In het begin ging het heel erg goed. Lekker band gehad en daarna wat pech gehad en een aantal keer stilgestaan. Zwaar, fysiek ook zwaar? Het was een heftige dag. Voor ons was het een heftige dag, ja. Op zich was de proef wel mooi. Alleen het zat bij ons gewoon even niet mee.
De zesde proef van de Dakar 2014 brengt de deelnemers van Tucumán naar Salta. Daar is ook de rustdag. Ze hebben 254 kilometer gereden om hier aan te komen bij de proef. En die proef zelf is niet heel lang. 156 kilometers. Maar dat wil niet zeggen dat er geen valkuilen in zitten. Laten we kijken wat er vandaag weer gebeurde op proef nummer 6 van de Dakar 2014. Ik ga ervan uit dat alles heel gebleven is en dan komt er ineens een resultaat uitgevallen. Ja, ik heb iets met eindetappes. Vorig jaar de laatste etappe en nu de laatste etappe voor de rustdag. De punten zijn voor ons. 1 en 3, maar ze wordt opgereden. Voor de start hadden we er al heel even over. Het zou gaan om de minuten vandaag. De rode wordt dan zevende op wel 4 minuten. Ja, dat zijn niet de verschillen waar het over gaat. Maar goed, we starten weer voorop na de rustdag. Dat is heel belangrijk. Ja, gisteren was gewoon echt een dag die we snel wel vergeten. We hebben gewoon tweede plek in het kampioens of in het klassement daarmee verloren. Maar met het resultaat van vandaag dan kunnen we allemaal wel lachen. We gaan toch met een goed gevoel de rustdag in. En zeker ook voor Peter die ook veel pech heeft gehad in deze rally. Dat hij een mooie proef vandaag wint. Dus het is hem van harte gegund. Bevestiging ook dat, hè? Dat de snelheid is er. Ja, zeker. Buiten gisteren dan waren we altijd bij elke proef in de top 3 of in de top 5 te vinden. Dus ja, dat was gewoon jammer wat er gisteren is gebeurd. De rode zag ik binnenkomen zonder voorruit. Ik heb hier nu 3 vrachtwagens binnen zien komen van ons. Die hebben allemaal zeg maar een beschadigde voorruit. Ja, het was één vervelende boom die op de proef stond. Ik denk dat we al van dezelfde tak hebben geraakt. De een wat harder als de ander. Maar ja, helaas. Maar ze hebben morgen hebben de jongens ook een rustdag en hebben ze ook mooi de tijd om alles weer te prepareren voor volgende week. Op je kenteken staat bed, maar je hebt niet zitten slapen vandaag volgens mij. Nee, toch niet. 10 minuutjes verliezen op de eigen Peter Versluis in dit geval. Dat was moet een goed gevoel zijn, hè? Dat was de Peter Versluis, dat had heel rap geweest zijn. Wij konden mooi, alleen, wij hebben mooi gereden. Zonder risico hebben we mooi kunnen uitrijden. Het is frisjes vandaag in Argentinië. Het is de dag van etappe 7. Een rondje om de kerk van Salta naar Salta. Aanlooproute 114 kilometer en dan een lange proef die in het begin nog wat technisch is. Daarna gaat het allemaal heel snel en rap. Hier achter mij is de startplek op 3600 meter hoogte. Dat is uiteindelijk ook weer de plek waar ze gaan finishen. Laten we kijken wat er vandaag weer allemaal gebeurde in de Dakar. Kuil, compressie, in 100 meter, dat is hier.
Rijspeciale van links. Links en rechts van de weg zitten sporen, 2 ster. Hier houden we links. En dan een riootje door en links, 2 ster. Marcel van Vliet, helaas veel tijd verloren vandaag. Wat was het probleem? We hadden een probleem met bandenaflaat. Dus de banden liepen leeg. En dat hebben we voor de start gerepareerd, tijdens de proefverkeer gerepareerd en uiteindelijk een band moeten wisselen. En dat heeft ons helaas heel veel tijd gekost. Je bent ook nog hulpdienst geweest voor Steven? Ja, net voor de finish kwam een Euroveca-truc tegen, maar met de wielen de verkeerde kant op. Die lag op zijn zij, dus die hebben we op zijn wielen gezet en toen zijn wij daarna weer doorgegaan naar de finish. Heel veel volk, dat hebben wij met name bij de start ook gezien. Hè? Die Argentijnen vinden het echt fantastisch. Een proef op hoge snelheid, begreep ik? Ja, op hoge snelheid en ook hoog. Je merkt ook wel aan de motor het heel zwaar had om met die ijle lucht om te gaan. Nou, zelf ging het er wel goed eruit mee. Maar het is niet naar mijn zin gegaan. Ik had er vandaag meer van verwacht. Ik ben vierde geworden en op 8 minuten. Maar ik heb heel veel problemen met mijn remmen gehad. Dus ja, het ging niet lekker. Nee, ja, we hadden wat problemen met de rembalans vandaag. Dat was, ja, was vervelend, want we hadden de rem echt nodig, zoals altijd. En, ja, soms ging de auto naar links en soms ging hij naar rechts. En ja, Pit had eigenlijk ook hetzelfde probleem, dus op een of andere manier is er iets niet goed gegaan. En dat hoeven we vanavond even oplossen. Hè. Argentinië en de Dakar, dan denk je aan hitte. En hitte hebben we al gehad, maar we kwamen in Salta en toen was er geen hitte. Donkere wolken boven de grote vallei. En er kwam ineens heel veel water naar beneden. Op dit moment is het weer droog. Maar dat was dus heel anders. Lekker weertje hier. Dames en heren, het is 13 januari, de dag dat de deelnemers gaan van Salta naar Calama. Over meer dan 4800 meter hoogte. Dat allemaal zo dadelijk, want we gaan eerst nog even terug naar de dag van gisteren. We hadden het al gezien, de truck van Steven Roodsaart die op zijn kant lag. Diep in de nacht kwam die binnen en er is verschrikkelijk hard gewerkt. De jongens van Wicca hebben daar als de leeuwen opgevlogen, deze nacht rond, ik denk dat we rond 2 uur binnen waren. En 's morgens om vanmorgen dus, om 7 uur, sleuteltje omdraaien en we waren vertrokken. Dat is een fijn moment op dat moment natuurlijk. Dan komt er een lange dag achteraan. Heeft die het goed gedaan? Die auto is super goed gedaan, echt waar. Die is een beetje beschadigd aan de zijkant, maar ja, daar kun je niks meer aan veranderen. Maar qua rijden, we hebben die proef super gereden. Allee, van die auto niks op aan te merken. Super gedaan. Mazzel, hoor. Ja.
geen waarschuwingen. Harry, monteur op de auto van Peter Sluis. Leg ons even uit, wat was er vandaag helemaal okidoki? Nou, de auto was in principe helemaal okidoki. Alleen weer een beetje shit dat we weer een probleempje hadden waar we niks aan konden doen. Wat was dat? De zaanzer op de versnellingsbak die lag te kutten. Ja. Nou, dat is duidelijke taal. Ja. Maar dat meegenomen, al met al toch wel weer een top 6 resultaat. Dus ja, dat geeft aan dat de snelheid die is er. De snelheid is er. We hebben het enige kleine probleem dat we hebben is een koelprobleem. Vermogen moeten we inboeten elke keer als de temperatuur omhoog gaat. Maar dat is het punt voor volgend jaar en dat gaan we oplossen. Volgend jaar weer nog harder. Marcel Pronk, navigator bij Marcel van Vliet. Wat was het leukste van vandaag? Goede plek eindigen en geen problemen hebben. Dat was erg prettig. We hebben gisteren natuurlijk wat probleempjes gehad die we niet nodig hadden. Terwijl we wel heel goed reden. En vandaag gingen we van de 11e plek weg. We zijn 7 of 8e bij de finish. En ik denk dat we ergens 6e of 7e gefinish zijn ook. Dus vanmorgen zitten we dan weer op de plaats waar we ongeveer thuis horen. Als je aan de rand van de Atacama-woestijn zit, dan heb je dus dit. Dat is zand, maar zand wordt uiteindelijk ook stof. En stof gaat overal zitten en zit dan overal. Dan word je denk ik, je kunt er zo mee sminken, geen enkel probleem. Er zijn echter wel wat oplossingen tegen de stof, maar dan ben je meteen een soort bandiet. Het is de 9e etappe van de Dakar van 2014. Een korte verbindingsroute en dan 422 kilometer proef. Maar het gaat allemaal hierom. Het einde van de rally. Althans van de dag. 1100 meter hoog. De duinen van Iquique. En daar moet je dan nog wel eventjes zeg maar, de guts voor hebben. En misschien wel de glory om naar beneden te razen. Het was een lastige dag voor Peter Versluis van het Eurol VK MAN Rally Team. Laten we kijken wat er vandaag allemaal gebeurd is. Wat er goed ging en wat er fout ging.
Hey. Dat doet niet meer. Oh, stil. Kut. Olie, olie. Af. Motor af. Kut. Kaarten kapot. Ja, we staan ongeveer 180 kilometer in deze proef. Staan we stil, we hebben ons kattenstuk. Ik had weer vandaag remproblemen. En daardoor elke keer als ik daarmee ingreppen kwam, moest ik vol aan in de remmen. En een schoten auto was, dus ik kon niet hard genoeg doorremmen. Er zitten wat verrassende stukken in dit parcours. Toen kwam ik in een greppel terecht. En nogal hard erheen. Ik vloog denk ik wel met tegen de 100 kilometer door een heel diep gat. En nou goed, de mens kon het hebben, maar de machine niet. En als je even meeloopt, dan kan je dus zien dat we hier een gat in het katter hebben. Daar heeft Dave net onze man een plaatje op gezet aan de onderkant. We hebben hier nu allemaal boutjes erin gedaan. We gaan daar met vloeibare aluminium, zal ik maar zeggen, met pasta zoals ze dat in België noemen, gaan we dat dichtmaken. En dan proberen we zo weer in de proef terecht te komen. Als je dan even meeloopt naar de vrachtauto, hebben we nog wat problemen met de turbo. Je ziet dus dat alles onder de olie zit. We hebben net de turbo vervangen. Die is als eerste stuk gegaan doordat we dus geen oliedruk meer hadden. Ja, het klassement is sowieso bij ons al stukken. Het wordt echt getijd met heel veel problemen. Vandaag lagen we er wel weer heel goed bij. En ik begreep zelfs dat we net tweede of derde lagen. Maar ja, het zit gewoon niet mee. Dus we gaan repareren. En we gaan gewoon door tot eind. Naar de andere uitgangspunten. Maar goed, finish is nou van ons ook een hele daad. Hé, Harry? Ja. Zo gaan we het doen. Dankjewel. Marcel, proef 9 van vandaag, 422 kilometer. Zonder het einde te verklappen, doen we eens in een notendop. Het was een echt dakkenproefje. Dat is een hele grote notendop. Nog hele bijzondere dingen meegemaakt onderweg? Ja, we hebben even stilgestaan. Wij zijn ergens vanaf gereden en hebben iets geraakt aan de aandrijflijn. Waardoor we even stilgestaan en waardoor we iets rustiger hebben gedaan. Om te zorgen dat we in ieder geval weer aan de finish stonden. En het laatste stuk was duinen en daar zijn we lekker doorheen gegaan. Er zaten echt hoge dingen tussen. Echt dakkenwaardig, mag ik wel zeggen. Dat is mooi. We hebben in het begin veel stof gehad. Echt geen hand voor de ogen kon zien. En gewoon stilstaan, wachten dat de stof weg is en weer lekker doorrijden. Dat geduld moet je gewoon hebben, want het was te gevaarlijk om gewoon blind door te rijden. We waren echt afgronden. En je zag overal auto's op de kop liggen en gerold. Dus doe rustig aan dat stuk. Nou, we hebben ook een klein navigatiefoutje gemaakt. We hebben ook een minuut of 12, 15 meer verloren. We moesten weer terug door een paar rivierbeddingen. Nou, dat was eigenlijk niet doen. Het was eigenlijk niet mogelijk, maar we hebben het toch gedaan. En we zijn uiteindelijk weer op de goede track terechtgekomen. En we zeiden, nou oké, we blijven ons tempo rijden en we proberen gewoon in de duinen weer bij te komen. En nou, dat is eigenlijk goed gelukt, want in de duinen kregen we weer één keer aansluiting met de kopgroep. En we zijn die duinen hartstikke goed doorgekomen. Het was echt ja, een fantastische dag.
Etappe 10 brengt de deelnemers van Iquique met dat lange duin uiteindelijk naar Antofagasta. Dat ligt aan zee, maar vlak voor de finish is er ook een duin. En die begint ongeveer achter mij en loopt dan helemaal zo door naar beneden. Het is een dag waarvan we hopen dat de pechduivel het Eurol VK MAN Rally Team een keertje in de steek laat. Dit gebeurde er vandaag. Ja. Shit, dus ik, oké. Small track, snel. Bump it up a little bit. Ja. Maar still not finish. Goed. Ja, nou, achteraf zijn we heel blij met de kwalificatie natuurlijk. Al zag het begin er niet zo uit, want ja, we kwamen de duinen eigenlijk wel goed door. Maar toen waren we de duinen door, toen zeiden we, hey, we missen een waypoint. Dus toen moesten ze terug de duinen weer in om de waypoint op te halen. Dus daar hebben we wat tijd verloren. Toen kwamen we allerlei toppers voor tegen en zo. Toen zeiden we, hey, het zou wel eens een goede klassering kunnen zijn. Dus het tweede gedeelte van de proef van de dag hebben we ook geprobeerd, zeg maar, ons tempo ietsjes te verhogen. Om de positie vast te houden en dat is redelijk gelukt. Dus we zijn blij dat we hier zijn. Guys, have a good stage. Good luck. Ja. Laat maar meteen doen, Marcel, dan zijn we er ook vanaf. Ik kan het lang of kort maken. Is het een lang verhaal of is het een kort verhaal van vandaag? Het hele verhaal is heel lang, maar ik kan er heel kort over zijn. Het zou vandaag gewoon niet lukken. Het ging verschrikkelijk hard, totdat we ons iets verkeken op een duintop dat we ons vastreden. Het duurde ook heel lang voordat er andere trucks aankwamen. En daarna is het alleen maar één grote spiraal naar beneden geweest, dat het gewoon even niet meer lukte. Dus we hebben uiteindelijk gewoon lekker naar de finish gereden. We staan er weer. Dus het is nog 3 dagen en we gaan voor de jongens naar de finish rijden. Dan gaan we aan boord bij de 505 van Peter Versluis. Het blijkt ineens van alles fout te zijn. Eerst breekt de ene kamer af en vervolgens stort de andere ook nog in.
Daarna gaat het helemaal fout en crasht uiteindelijk de auto. Met redelijk ernstige gevolgen, onder andere voor navigator Jurgen Dame. Einde rally voor Peter Versluis. Ja, dit is wel einde rally, ja. Ik denk vooral, ja, Peter zijn hand sturen kan hem niet meer. En ik kan echt niet meer in de auto gaan zitten, hoor. Hoe graag dat ik het ook zou willen, want het is wel kloten. Ik had nu graag willen doorzetten. We hebben al de hele rally eigenlijk problemen en prutsen en vandaag ook nog. En we repareren het en we gaan weer vol goede moed aan de gang en noem maar op. Dus eigenlijk die twee of drie laatste dagen, dat had er bij mij ook nog wel bij moeten, hoor. Dat had, maar ja goed, het is mijn 17e dag en ik heb nog nooit niks gehad. Ja, dat is wel even schrikken. Ja, we waren uit de cabine, het klimmen, alles was eigenlijk, iedereen riep dat het was goed, maar toen kwam Jurgen eigenlijk op het dak. Toen werd je even niet goed, dan hebben we de helikopter laten komen, maar dat is wel even schrikken. Enorm teleurstelling, ja. En hoofdzakelijk ook teleurgesteld in mezelf. Na al die weken, twee weken hier vol aan het knokken geweest. In het begin kon ik er ook weinig aan doen, getreiterd met heel veel problemen. En ja, nu leer ik ook mijn eigen kennen. En ik ben me nog nooit zo tegengekomen zoals nu. Maar vandaag, zoals we finaal uit de bocht gevlogen zijn, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat grijpt wel aan, ja. En zo begon de day after, donderdag 16 januari, de dag nadat Peter Versluis uitgevallen was. En aan Bert-Jan Richters de ondankbare taak om het startnummer af te plakken. De auto is uit de rally. En dat betekent dat er nog vier over zijn. We zijn inmiddels op de vlakte, want achter mij, daar rijden de auto's inmiddels op de proef. Een lange proef die ze brengt van Antofagasta naar El Salvador. Een hele lange proef die uiteindelijk meer dan 700 kilometer gaat zijn. We staan, zoals altijd, midden in de Atacama-woestijn, in het helemaal ongeveer niks. Je hebt het gevoel dat je hier op de maan staat. De heren gaan een lange proef in. Wij moeten ook nog even 500 kilometer om ze weer op te vangen bij het bivak. En dan vertellen ze wat er vandaag op de proef gebeurde. No double. We take the right or not? Ja, right is oké. Okay. Very near, really. Again, Arthur. Ja. Taking off the stones, Marcel. Ja. Hey, now I can't believe what they Astana. This is not possible, really. Stone, big stone. Okay. Oh, very near. I don't think he's hearing us or something. Not possible. Het was een hele lange proef. We hebben ruim 7 uur erover gedaan. Ik denk 7 uur en 50 minuten achter het stuur gezeten. En heel de dag of in stof en in de stenen gereden. Dus het was een heftig dagje. Echt een dakkenproefje, zeg maar. De rally loopt dan op zijn einde. Die dagen gaan allemaal doortellen. De vermoeidheid telt door. In alle eerlijkheid, merk je dat ook in de cabine of zeg je nee? Nou, we hebben vandaag wat rustig gereden als normaal. We moeten nog 2 dagjes. En zeker met de uitval van Peter willen we gewoon de rest van alles aan de finish brengen. Plus, we kunnen in het klassement toch niet zoveel meer doen. Hè. We staan rond de 8e, 9e plek. En dat willen we ook zo houden. We kwamen eigenlijk voor een top 5 hier naartoe. Maar dat is helaas door omstandigheden niet gelukt. Maar ik denk, na de zwaarte van de rally mogen we hier zeker niet mee ontevreden zijn.
René Kuipers, bij daglicht in El Salvador. Een lange dag volgens mij. Ja, hij was heel erg lang. Het was 600 kilometer. Nou, we dachten van nou, 600 kilometer zo een stukje een beetje normale weggetjes krijgen. Maar het was echt hutsen, butsen. Het waren allemaal stenen en vis. En het hield me niet op. Dus het was echt voor mensen en machine een heftige dag. De duin op zich, dat was goed te doen. Ze hebben geen problemen gehad. Dus eigenlijk een hele lange dag, zware dag en geen problemen. Dames en heren, daar zijn we weer. Beetje vertwijfeld, we zitten op de voorlaatste dag van de rally en wat blijkt, we zijn de weg kwijt. We hebben al 257 kilometer gereden. De proef, de voorlaatste van de rally, gaat dus nu van El Salvador naar La Serena. Het goede nieuws is, volgens ons had hier de finish moeten zijn. Hier dus, maar dat is hier dus niet. Het andere goede nieuws is dat de deelnemers, nadat ze dus al 350 kilometer proef gehad hebben, ook nog even 349 kilometer naar het bivak moeten. Dat gaan wij er ook maar even doen. Kunt u kijken wat ze uit die proef gedaan hebben? Want hier zijn ze niet hoor. He will let us go. Okay, he keep the blinker. Yeah, okay, yeah. Good. Twee sterren afdaling. Pijplijn oversteken, Marcel, 2 ster. Hier, pad oversteken, 2 ster. Oké. Okay. Tire pressure 2.5, safe, gas. Hij kan zijn snel. It's not working. Ah, it's okay, it's okay. Okay. okay.
Kijk, zet je wel. Punt in het. Oké, volg je gas. Blue light. Ik heb de links ook bij, denk ik, Marcel. On power. Of course. En Arthur Power. Of course. Front is dik. Ja. Rear. Fuck. Dik, right, front. Je wil zo graag naar voren toe en dat kan gewoon, hè. De snelheid is er, de auto is goed, het materiaal is goed, het team is voor elkaar en het wil toch niet lukken. Dat je denkt, ja, maar wat moet ik dan nog doen? Waarom wil het niet lukken? Alles erin gehaald, iedereen weer gepakt, René weer voorbij, Van den Brink en de hele zootje weer voorbij. En 2 kilometer voor het eind laten we hem op een duintje laten stikken. Stonden we weer stil. Nou, gelukkig kwam René ons 10 minuten achterop. Heeft ons rookie gegeven. Dus op zich, we reden prima. Maar weer 2 dingetjes. Dus dan sta je weer 10e of 13e of wat zijn we. Langzamerhand wordt het donker in La Serena. Bakje koffie erbij. Einde van de dag mag ook wel een keer. We zijn nu al bijna aan het einde van de rally. En je realiseert het je niet, maar het team, Eurol, VK, MAN Rally Team, heeft 18 voertuigen bij zich. Dan hebben we het alleen al over 4 service trucks. 5 voertuigen die in de wedstrijd zitten. De 4 race trucks en de 6x6. Dan is daar de catering truck. Dan zijn er 2 persauto's. Dan zijn er ook nog de 2 auto's waar René Kuipers en Peter Versluis in slapen. Prachtig nieuw gebouwd. En dan is er nog het busje der Belgen. Het is een hele operatie en het moet uiteindelijk allemaal weer op de boot terug naar Nederland. En zo is het alweer de laatste dag van de Dakar van 2014. Het is de zaterdag en de trucks staan klaar voor de allerlaatste proef. Ze hebben zo'n kleine 157 kilometer proef te gaan. En dat brengt de dag totaal op 535 kilometer. Zo'n dag waar je weinig kunt winnen, maar uiteindelijk ook veel kunt verliezen. Wat gebeurde er vandaag op de laatste proef van de Dakar van 2014? 200 meters, 2 dangers. In a summit is right, right, sharp right. This one is a sharp right, 2 dangers. And right here as well. The track is only one danger because it's twisty and with a lot of summits and bumps, as you can see. The left right here. All this is on view, like this one, for example. Right here. There's already a problem there. Okay. Very good when any fucking single race. Mm-hmm.
track it becomes too dangerous because of downhill and twisty. Het was min of meer dezelfde proef die we vorig jaar ook als laatste hadden gehad. En het was niet echt een proef voor de vrachtwagen. Het was heel smal, je kon niet inhalen. En we hebben het lekker rustig uitgereden. En ja, we hadden alleen maar te verliezen en niet wat te winnen. Dus we hebben mooi het proefje uitgereden. En we zijn nu blij hier zijn met al die menigte, al die mensen. Dus helemaal geweldig. Beste resultaat voor jou uit de rally ooit, hè? Ja, voor de Dakar wel, ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Nee, ik had me te doel gesteld om het beter te doen dan vorig jaar. En nou, dat is in ieder geval met één plekje gelukt. Ik had liever twee plekjes beter gemaakt, maar dat was toch een nummertje te hoog gegrepen. Maar we hebben verder een hele mooie rally gehad. Het is allemaal goed verlopen, weinig problemen gehad en we zijn heel erg tevreden. Ja, het is toch elke keer bijzonder om weer aan de finish te staan van deze rally. En het is prachtig om dat weer mee te maken. En zeker voor het hele team, voor alle jongens die er hard voor gewerkt hebben. De jongens die bij mij in de auto hebben gezeten, Marcel Pronk en Arthur Klein en alle sponsors, is gewoon weer fantastisch. En zo komt er een eind aan de Dakar van 2014 en staan wij niet in de middel of Bumblefuck Nowhere zoals u kunt zien. Het is nogal druk in Valparaiso. De Chilenen vinden het geweldig, vinden het prachtig. En het was uiteindelijk natuurlijk gewoon ook een hele lange en zware rally met een heel groot deel ook in Chili. Ruim 9000 kilometer. De laatste dag zit erop. Toch weer een top 10 positie voor Marcel van Vliet. En dan is er nog één ding te doen. Het podium. Altijd mooi, altijd druk met veel lawaai. MAN Rally Team is supported by the following companies. The Eurovaca MAN Rally Team supports Stop ALS for better research and treatment of the ALS neurological disease.